heerlijk hoesje. Ben ik echt heel erg blij mee. Eén grote bende. Echt niet normaal. Dus ik vond wel dat ik zelf een cadeautje had verdiend. Goedemorgen allemaal. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is maandagochtend en ik ben echt net wakker. Misschien hoor je dat ik wel aan mijn stem. Ik heb echt zo'n ochtendstem. Maar ik heb uiteindelijk niet meer bij Miu geslapen. Ik heb gewoon thuis geslapen. Want dat was eigenlijk veel makkelijker. Dus ja. En het regent buiten. En ik heb zo geen zin om naar school te gaan. Ik heb vandaag en woensdag nog school. En dan donderdag mijn laatste visagietoets. En dan ben ik alweer klaar met school. Voor het eerste jaar dan. Vandaag heb ik eerst Nederlands. Ik weet niet wat we daar gaan doen. Daarna gaan we met Engels Haitien. En daarna heb ik een AFP-toets. En daarna hebben we een half uurtje gym. Maar je man wilde heel graag dat we kwamen. Dus we gaan wel eventjes. En dan ben ik lekker vrij. Morgenochtend rijles. Voor de rest lekker vrij die dag. Morgenavond gaan Miel en ik waarschijnlijk wel samen slapen. Maar we zien elkaar de laatste tijd wat minder. Omdat we zitten natuurlijk in de laatste weken van school. En we moeten gewoon even ons best doen om over te gaan. En gewoon zeg maar alles op tijd in te leveren en zo. En dat is best wel druk natuurlijk. Dus we zien elkaar de laatste tijd wat minder. Maar het is bijna vakantie. Dus dat komt ook wel weer goed. Zoals je kan zien heb ik de posters opgehangen. Die video komt morgen online. Dus ik ben echt heel erg benieuwd wat jullie daarvan gaan vinden. Ik moet vanmiddag nog wel een foto maken ermee. Want die moet morgen op Instagram. En ik heb nog geen foto gemaakt. Dus ik ga Sam vanavond even chanteren of hij even een leuke foto kan maken. Vanavond moet ik weer dansen. Ik heb er zoveel zin in. Maar goed, ik ga zo meteen even... Ik ga even wat aan mijn haar doen, want dat heb ik ook nog niet gedaan. Ik ga even wat eten. Dan ga ik de hond uitlaten in de regen. En dan is om 10:30 is Char hier. Dat is nu... Oh, het is nu 10:45. Over 3 kwartier is Char... Oh, 10:45, 10:15. Over 3 kwartier is Char hier en dan gaan we naar school toe. En dan zie ik jullie daarna weer. Oké, ik ben al een tijdje thuis uit school. En mijn broertje heeft net even foto's gemaakt met die posters. Want ik moet er morgen een foto voor op Instagram zetten. Dus hij heeft even foto's gemaakt. Super lief. Dus dat heb ik net even bewerkt. Dus dan kan hij er morgen gelijk op. Ik heb me omgekleed, want ik ga zo meteen weer lekker dansen. Ik heb gewoon weer dit shirtje aan met die... Young Gun op de achterkant en gewoon een zwarte sportlegging. Ik ga denk ik pas na de vakantie of in Italië sportkleding kopen. Want in Italië heb je een super grote Nike outlet. Met altijd super veel kleren en zo en schoenen. Dus ik denk dat ik daar gewoon lekker ga kijken. Voor nieuwe dans- en sportoutfit en zo. Maar als het goed is komt Janie me zo meteen weer halen. Super leuk. En dan gaan we lekker dansen. Echt heel erg stom. Ik had... even kijken hoor. Morgen komt natuurlijk die video van Decennio online, dus die heb ik al ingepland staan. Alleen, ik had vandaag mijn vlog geüpload. Zeg maar, ik had hem gisteren al geüpload en vandaag om 4 uur erin gepland. Alleen, toen was er dus een stukje... waar je mijn adres zag en echt heel duidelijk. Dus dat wilde ik even aanpassen. Maar nu dus al sinds 6:30 bezig met het verwerken ervan en het is nu 7:10. En ik wilde hem er gewoon op hebben... Ja, dat is logisch. Ik heb die video gemaakt, we moeten erop hebben. En iedereen vraagt ook in mijn DM's van ja, wanneer komt die video, wanneer komt die video. Maar hij is er al, alleen dat stukje moet even eruit en bewerkt worden. Dus dat is even een beetje ruk, maar goed. Ik hoop dat hij het snel doet en dat ik hem snel echt online kan zetten. Want ik heb hem nu gewoon even op privé gezet. Want het is niet zo dat er net als bij mij mensen voor de deur gaan staan, zoals bij Monica Geuze. Maar het is gewoon niet chill als mensen weten waar je woont en... Stel ik ben straks op vakantie en mensen weten waar je woont. Dan kan er ook gewoon ingebroken worden. Of gewoon 's nachts ingebroken. En dat is gewoon niet chill. Dus daarom wil ik dat er niet op hebben. En ja, dus ik hoop dat ik gewoon die video snel erop kan zetten. Maar ik ga nu even wachten tot Jane er is. En dan gaan we lekker dansen. Daar is Jamie. Hoi. Hoi. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag 19 juni. En het is ochtend. Ik hoef lekker niet naar school vandaag. Ik heb net autorijles gehad. Ging super goed. Maandag, de 25e, heb ik mijn autotheorie. Ik hoop dat ik het ga halen. Char gaat met me mee. Dus ik hoop dat Char een beetje geluk brengt. Maar goed. Ja, het is nu, hoe laat is het nu? 11:45. En ik heb de hond even uitgelaten. Want ik ben alleen thuis vandaag. Dus dat moet ik lekker doen vandaag. En ik ga nu even 1 afleveringetje van Goede Tijden kijken. Want ik kan zeg maar met Videoland een week vooruit kijken. Dus ik ga nu 1 aflevering kijken. En daarna ga ik heel de dag lekker leren. Of nou, lekker leren. Morgen heb ik namelijk mijn laatste school. Of nou, morgen heb ik 3 toetsen. Vak theorie, rekenen, ondernemen. Rekenen hoef je echt niet voor te leren. Althans, ik hoef er niet voor te leren. Want dat vind ik heel makkelijk. Vak theorie vind ik ook niet heel lastig.
ondernemen ook wel even goed voor leren. Dus daar ga ik dan vandaag voor leren. Misschien dat Char en Keir hier komen leren, maar dat weet ik niet. Maar we zouden eigenlijk met z'n drieën bij Bagels en Beans gaan leren. En dan lekker ondertussen wat eten en zo. Maar omdat er niemand thuis is voor Bodie om uit te laten, moet ik dat doen. Dus kan ik niet weg. Dus nou, ik weet niet of Char hier komen. En anders ga ik gewoon lekker mijn eentje leren. En ik heb echt iets super simpels aan, want ik ben toch heel de dag thuis. Namelijk de shirts van Gis Louise en deze oranje joggingsbroek van Abercrombie is deze. En die zit echt zo lekker. Maar goed, ik ga vanavond bij Miu slapen. Echt super leuk, want zondagavond is niet doorgegaan. Maar morgen begin ik pas 11:30, dus ga ik vanavond daar slapen. Super leuk en gezellig. Kan hij me ook nog even helpen met ondernemen, want daar ben ik echt heel erg slecht in. Ik ging gisteravond natuurlijk dansen en het was echt super leuk. En we hadden zoveel energie nog over voor Melissa, Janie en ik. Dat we nog even naar de sportschool waren gegaan. Want Melissa die werkt bij de sportschool. Dus we konden die zaal gebruiken om te dansen. Dus daar hebben we ook nog even gedanst. Dat was echt heel erg leuk. Dus dat hebben we ook nog gedaan. En ja. Super raar. Want ik had die video, had ik zeg maar bewerkt dat je mijn adres niet meer zag. Dus ik heb hem erop gezet. Kreeg ik van een meisje een berichtje via Insta. Ja, je adres is alsnog zichtbaar. Dus ik dacht, ik had het toch aangepast. Dus ik heb hem er weer afgehaald. En hij is nu weer aan het verwerken volgens mij. Even kijken. Ja, er staat nog steeds bezig met bewerken. Dus als die klaar is, zet ik hem erop. En dan vanmiddag komt die video met Decennio online. Oh my god, mijn mond maakt echt fucking raar geluid. Oh, hij is nu zo'n speeltje aan het knijpen. Maar oké, ik ga nu lekker goede tijden kijken en daarna ga ik leren. Ik heb dus nog niet ontbeten vandaag. En ik zag deze croissantje in de koelkast staan. Dus die ga ik maken, want daar heb ik zoveel zin in. En ik vind het altijd zo leuk om open te maken. Oké. Ik vind het altijd zo leuk om dit open te maken, omdat hij echt open spat of zo. Hoop ik. Of toch niet? Oh, ik zag krijg hem niet open. Dat is echt verschrikkelijk. Oh, ik ben echt een idioot. Ja, hij gaat open, gelukkig. Oké, ik ga lekker een croissantje maken en in de oven doen. I see the light inside your eyes. You make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. Geworden. Nou, prachtig. Het zijn er alleen wel 6. Ik heb niet zoveel trek in 6 croissantjes, denk ik. Maar goed, ik bewaar ze wel voor mijn broertje als hij thuis komt. Oké, ik ben klaar met leren. Ik kan echt niet meer. Ik heb best wel goed geleerd, vind ik zelf. En ik heb voor AFB, die toetsen van gisteren, een 6, waar ik echt onwijs blij mee ben. Want dat ging zo slecht, maar ik heb dus een 6, dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik ben nu wel klaar met leren, vind ik. En de video is net online gekomen van Decennio, die room makeover. En er komen best wel wat leuke reacties op. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie daarvan vinden. En de weekvlog doet het nog steeds niet. Het is zo irritant. Echt, ik sta gewoon op het punt om hem gewoon te verwijderen. Maar dan moet ik hem dus weer helemaal opnieuw gaan uploaden. En dat duurt denk ik nog langer. Dus daar heb ik al helemaal geen zin in. Maar er staat dus de hele tijd dat hij aan het bewerken is. En dat duurt zo lang, want hij duurde dus van 11 tot 3. Toen dacht ik dus om 3 dat hij klaar was. Maar toen had hij dus het verkeerde stukje wazig gemaakt. Dus kon ik weer opnieuw doen. Maar oké. Ik ga nu even kip snijden. Ja, ik ga kip snijden. Want wij gaan vanavond pasta pesto eten. En dat is super lekker. En wij doen er altijd kip tussen. Doorheen. En dat ga ik alvast even snijden voor mijn moeder. En dan ga ik vanavond naar Miu toe. Ga ik daar slapen. Maar het eet wel gewoon thuis. En ondertussen ga ik even de vlog van Leonie kijken. De weekvlog, die is online gekomen. Die komt bij haar altijd op dinsdag online. Dus die ga ik even kijken.
En ondertussen lekker de kip snijden. Oké, het is vandaag woensdag en ik ben thuis uit school. Ik had vandaag mijn echte laatste officiële schooldag. Maar dat was echt super raar, want ik had vandaag 3 toetsen. Vaktheorie, rekenen en ondernemen. Vaktheorie en rekenen gingen best wel goed eigenlijk. En als laatste zouden we ondernemen hebben. Alleen er was geen ondernemen docent op school. Onze eigen docent was er ook niet. Er waren geen toetsen. De man van wie we les zouden krijgen wist niet dat hij ons les moest geven. Of zeg maar, bij onze toets moest afnemen. Er waren gewoon geen toetsen. Dus er was een andere vrouw die ging toetsen zoeken en mensen bellen. Maar niemand nam op. Ze kon niks vinden. Dus ze zei, ja weet je, gaan jullie maar gewoon lekker naar huis. Het is niet jullie schuld. Dus we hebben nu geen ondernemen toetsen hoeven maken. Terwijl Miel me gisteravond nog heel de avond heeft zitten helpen met ondernemen en zo. Maar goed, ik vond het wel chill. Ik was gisteravond bij Milan blijven slapen, wat ik al had verteld volgens mij. Maar ik was uiteraard weer mijn camera vergeten mee te nemen, dus ik heb niet gefilmd verder vanmorgen. Maar goed, ik ben nu lekker aan het genieten dat ik geen les meer heb. Ja, morgen heb ik alleen nog visagietoets. Ga Dagmar met me mee. Maar dat is maar tot 11 uur en daarna heb ik gewoon een soort van vakantie. Nou ja, ik moet nog 3 keer stage lopen, maar goed. Dus ik ben lekker goede tijden aan het kijken met die mini-tukjes en een hele grote fles water. Want het is best wel koud, of best wel warm buiten. En ik vind dan koud water echt het allerlekkerste wat er bestaat. Dus ja, vanavond gaan mijn broertje even foto's van maken. Want van naked moet ik er morgen een foto op zetten, maar ik heb nog geen foto. Dus hij gaat vanavond even een foto maken. En dan moet ik ook foto's van hem maken, dat vroeg hij opeens. Dus ga ik ook foto's van hem maken. En ik ben echt zo blij met mijn muur. Ik moet wel nog even foto's voor hieronder uitprinten. Maar misschien dat ik dat morgen eventjes ga doen. En ik krijg echt een heel erg lam arm. Toe. Maar goed. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik heb net mijn visagie examen gehad. Dagmar ging mee als model. Voor mijn basismake-up ben ik gezakt. Omdat ik niet genoeg blush had aangebracht. De blush zag ik niet goed genoeg. Voor bruidsmake-up ben ik geslaagd met een 9. En voor behandelsplan ben ik ook geslaagd met een 10. Dus dat is heel erg chill. En die basismake-up mag ik gewoon volgend jaar september opnieuw doen, dus prima. En het enige is, zeg maar, ik ben wel geslaagd, want alleen voor deelnemen, als je deelneemt, ben je al een soort van geslaagd. Alleen omdat ik nu basismake-up niet heb gehaald, krijg ik geen certificaat ervoor. Maar ja, ik ga later toch niks met visagie doen, denk ik. Ik heb even deze trui aan, want ik heb het zo koud en ik ben zo verkoud. Volgens mij begin ik echt ziek te worden. Ik moet ook heel de tijd niezen en zo, maar goed. Ik was vanmorgen zo moe. Ik was echt van plan om, als ik thuis was, gelijk terug in mijn bed stappen. Maar ik ga eerst mijn kamer opruimen, want mijn kamer is echt 1 grote bende. Echt niet normaal. Dus dan ga ik eerst opruimen, dan mijn camera opladen, want die is nog maar 10%. En daar ga ik wel lekker in mijn bed liggen, want ik heb nu geen school meer, jongens. Ik ben gewoon klaar met school. Ik heb gewoon, wanneer begin ik weer? Volgens mij eind augustus pas. Super lekker. Ik heb nu gewoon 2,5 maand vakantie. Ik moet alleen morgen dan nog stage lopen en volgende week. Maar voor de rest gewoon helemaal niet meer. Het is echt zo chill. Dus ik ga nu even mijn kamer opruimen en dan zie ik jullie straks weer. En ik had trouwens dit pakketje gekregen. Ik weet niet wat erin zit. Of nou, ik heb wel een idee, maar ik weet niet of dat het ook is. Maar we gaan het zien. Oh ja. Ik heb een samenwerking met Ideal Sweden. Ik mocht van hen een hoesje uitzoeken en ik had deze gekozen. Dus, het komt trouwens uit Zweden, kun je ook wel zien. Deze met panterprint had ik uitgekozen, want heel veel mensen hebben deze. En ik vond hem er gewoon echt super leuk uitzien. Gaat hij zo open? Slide open. Oh. Ja, oké, leuk. En nu? Komt hij er niet uit? Ben ik het nou weer aan het slopen met mijn dikke kop? Nou, wat is dit nou? Ik ben het aan het slopen, hè? Ja, volgens mij wij wel, maar oké. Hij moet toch open? Oh, ik ben echt een idioot. Dan krijg ik dit niet open. Nou, oké, het zal wel. Dit is hem. Ik vind hem echt super leuk. Met panterprint dus. En binnenkort zal die op mijn Instagram tevoorschijn komen. Met een kortingscode voor jullie. En de binnenkant, zeg maar, van dat zachte. Dus je telefoon beschadigt ook niet zo snel. Ik ga hem er gelijk even omheen doen. Deze is trouwens van mijn interieur must-haves. Heet dat volgens mij? Met sterretjes. Die vond ik wel heel erg leuk toen. Er zit een foto in. Oh, kijk hoe leuk. Oh, dit vind ik echt heel erg leuk staan. Tadaa.
ook mijn pil nog innemen. Mijn wekker daarvan staat. Oh, het voelt heel raar, want het is heel zacht aan de achterkant. Maar echt super mooi ook dat hier zo Ideal Sweden staat. Echt super leuk hoesje. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Oké, zo ziet mijn kamer before eruit. Echt, het is zo'n grote zooi. Ik schaam mijn oma, als ze dit ziet, dan gaat ze echt boos worden. Of nou, niet boos. Maar ze gaat echt zeggen, nou Fleur. Hier ook nog helemaal. Oké, dit is before. Oké, ik heb het opgeruimd, soort van. Alleen die doos moet ik straks nog even weggooien. Maar ja, oké, mijn kast is dus nog niet echt heel erg opgeruimd. Daar heb ik al mijn kleren neergegooid. Maar als je binnen komt lopen, lijkt dit in ieder geval een beetje opgeruimd. Zelfs hier op de grond, nou ja. Het is nooit opgeruimd hier. Nu wel, top. En nu ga ik lekker films kijken, want ik heb vakantie. Oké, nadat ik mijn kamer ging opruimen, ben ik in bed gaan liggen. En het is nu 5:50 en daar lig ik nog steeds in. En ik voel me echt niet lekker. Ik ben echt verkouden. En moet heel de tijd niezen. En gewoon mijn hoofd doet pijn. En gewoon, oh, morgen moet ik ook weer heel de dag stage lopen. Daar heb ik ook echt geen zin in. En ja. Ik heb net Love Island gekeken, seizoen 4. Aflevering 4 vind ik altijd wel leuk om te zien. En goede tijden weer. En we gaan zo meteen avond eten. En oh, ik heb zoveel hoofdpijn. Ik ga zo meteen echt even een ibuprofen innemen. En trouwens, mijn flare is kapot. Zeg maar, ik ben best klein. Ik ben maar 1,60. En flares zijn altijd bij mij gewoon veel te lang. En ik heb nu dus mijn flare kapot gelopen. Hier, ik weet niet of je het ziet. Ja. Zeg maar, oh, waarom kan ik dit weer niet goed laten zien? Maar kijk, zeg maar, dit stukje is ook helemaal kapot en zo. Dus ik moet eigenlijk even een nieuwe bestellen. Mijn sting komt trouwens van de flare, want heel veel... Mijn flare komt trouwens van de sting. Heel veel mensen vragen dat altijd waar mijn flare vandaan komt. Maar hij is dus van de sting. En je hebt hem ook bij de Topshop. Alleen daar zit een streepje in en zeg maar deze is gewoon glad. Dus ik wil eigenlijk even een nieuwe bestellen. Dus misschien dat ik dat straks even ga doen. Maar, want ik vind deze flare gewoon heel erg mooi zitten. En het is de enige flare die ik pas. Soort van. Eigenlijk ook dus niet helemaal. Maar met mijn Isabel Marantz pas ik hem wel. Alleen met mijn Sandra's niet. Maar ja. Soms doe ik hem met mijn Sandra's aan omdat ik dan stage heb. En dan vind ik gewoon deze soort ook lekker zitten. Want dit voelt echt lekker als een pyjama. Dus ik doe hem morgen ook gewoon lekker aan. Dikke doei. Maar ik ga nu even lekker verder films kijken en dan gaan we zo meteen avond eten. Volgens mij is het al bijna klaar. En dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En ik ga zo meteen naar stage toe. Ik moet stage lopen van 11 tot 7:30. En ik voel me echt niet lekker. Ik moest vanmorgen ook 2 keer overgeven. Maar zeg maar niet omdat ik ziek ben. Maar omdat als je zoveel hoest, dan komt dat gewoon omhoog. En toen moest het er ook uit. Maar ja, ik ga eerst even, ik ga wel iets eerder naar de stad, want ik loop stage in de stad. Dan ga ik wel eventjes langs de Bijenkorf. Dus ik ga hier over een half uurtje weg of zo. Dan ben ik 10:15 in de stad. En ik moet 11:15 op stage zijn, dus dan heb ik wel genoeg tijd. Dus dat, de shirtje aan van Chitel en gewoon mijn zwarte flare, die kapot is, maar goed. Mijn camera is nog maar 3%, dus ik ga hem in de oplader doen. En dan zie ik jullie vanavond weer. Oké, jongens, het is vrijdagavond. Ik ben thuis van stage. Al best wel een tijdje. Het is nu 9:30 of zo. En ik was 8:00 thuis. Ik had Lynn even thuis gebracht, Lindsay. Meisje bij mij op stage, die woont hier achter. Dus die had ik even thuis gebracht. En, maar ik voel me echt niet zo lekker. Ik heb echt heel erg hoofdpijn, heel erg verkouden. En elke keer als ik moet hoesten, ik hoest echt heel de dag door. Vraag maar aan iedereen op stage. Ik bleef echt maar hoesten. En dan komt er een soort van misselijk gevoel omhoog. Alsof ik moet overgeven. Zo. Omdat je zoveel moet hoesten en zoveel druk zetten en zo heel de hele tijd. Dus dat is echt zo'n naar gevoel. Maar goed, ik ga vanavond ook niet uit. Char en ik zouden eigenlijk uitgaan. Maar Char had ook niet zoveel zin eigenlijk. Die twijfelde of ze wel wilde. En ik voelde me eigenlijk ook niet zo lekker. Nou, toen ik thuis kwam van stage ging het wel. Maar daarna, nu heb ik echt zo erg hoofdpijn. Dus ik ben wel blij eigenlijk dat we even niet gaan. Dus ja, stage dag ging op zich wel snel. Dat is zo rustig. Maar ja, ik weet niet, het ging alsnog wel snel of zo. Ik hoef alleen nog maar volgende week donderdag en vrijdag. En dan ben ik al klaar met stage. Dus echt super chill. Ik zit lekker in mijn badjas. En ik ga lekker op mijn bed video's kijken. Ik ga even goede tijden kijken. En even een ijsje eten. Misschien helpt dat voor mijn keel. Ik heb geen idee. Maar goed, even een ijsje eten. Zo'n waterijsje gewoon. En
En morgenavond ben ik met Miel. En voor de rest geen idee. Dus we gaan het zien, hè. Ik heb voor mijn gevoel ook echt een heel groot gezicht. Of ligt dat aan mij? En ik heb iets gekocht. Het staat namelijk daar. En ik twijfel of ik het zal laten zien. Oh, dus een beetje gek. Ik twijfel of ik het zal laten zien. Of in een weekvlog of in mijn shoplog video zal laten zien. Ik kan het op zich ook wel hier laten zien. Want niet iedereen die die shoplog gaat kijken ziet ook mijn video's. Zal ik het gewoon laten zien? Ik ga het gewoon laten zien. Want... even kijken, ga ik even die opzetten. Ik ben namelijk over naar het tweede jaar van schoonheidsspecialist. Allround schoonheidsspecialist, niveau 4. Dus ik vond wel dat ik zelf een cadeautje had verdiend. Vorig jaar toen ik geslaagd was, had ik voor mezelf als cadeautje een Gucci riem gekocht. Want ik was toen geslaagd voor mijn MAVO, dus had ik voor mezelf een Gucci riem gekocht. Waar ik nog steeds echt super blij mee ben. En dit jaar was ik dus over naar de tweede. En vond ik dus ook wel dat ik een cadeautje verdiende. En ik wilde heel graag een nieuwe tas. En ja, ik zal laten zien welke het is. Want ik zal eerst even een verhaal vertellen daarachter. Hij is van Furla. Ik had hem al op de site gezien, maar toen was hij er... Ik had er twee gezien op de site. Deze en een gele. En die gele vond ik echt super gaaf. En ik had al helemaal in mijn hoofd dat ik die wilde hebben. En vond ik echt heel erg leuk. En toen op de site had ik ze alle twee in mijn winkelmandje gedaan. Gewoon, dat vind ik chill om dan gewoon even te kijken en zo. En eerst waren er nog twee op voorraad bij allebei. En toen vorige week, woensdag of dinsdag of zo, waren ze allebei opeens uitverkocht. Online. En toen ging ik zeg maar in dat dingetje kijken. Want je kan kijken of die in de winkel ook beschikbaar is. En er stond dat ze in Den Haag in de winkel van allebei, dus van de gele en van deze kleur, nog twee stuks hadden. Dus vanmorgen begon ik pas om 11 uur op stage. En toen dacht ik, de Bijenkorf zit tegenover mijn stage. Ik ga even snel langs om te kijken. En aangezien ik nu zeg maar officieel over ben, mocht het nu ook van mezelf zeg maar. En ja, toen zag ik dus deze en die gele naast elkaar staan. En ik vond die gele wel mooi. Maar eigenlijk vond ik deze die ernaast stond veel mooier. En kan ik denk ik ook langer gebruiken dan een gele. Althans, ik vind die gele ook wel mooier. Misschien dat ik die ooit nog wel eens ga kopen. Of dat dat mijn volgende tas wordt. Ik heb geen idee. Maar ik vond Furla tas gewoon heel erg mooi. Klein, simpel, niet zo overdreven en groot. Ze waren op zich nog wel vergeleken andere designer tas leuk betaalbaar. Hij was toevallig ook nog met 30% in de sale. Wat natuurlijk altijd mooi is meegenomen. Want dat was heel toevallig. Gisteren waren de sale dagen begonnen. Of de, zeg maar de sale in de winkels, 21 juni. Dus ik zag deze tas en ik zag die gele staan. Die gele was ook in de sale. En ik hou niet van dat hele gladde leer. Deze zit een soort reliefje in of zoiets. Maar toen zag ik het staan en toen dacht ik, nee, ik wil deze. Ik wil niet die gele. Dus het is namelijk deze kleur. Ja, je ziet hem op beeld niet heel erg goed. Maar het is een beetje, in het echt is het een beetje bruin, grijs, stoopachtig. En dan heeft hij een goud hengsel en gouden details. En als je dan, oh, even kijken. En als je dan zo die inklikt, dan maak je hem open. En in principe, hij ziet er echt heel klein uit. Kijk maar naar mijn hoofd. Hij ziet er best klein uit. Maar het past echt heel veel in. Mijn telefoon past erin. Ik heb een iPhone 7. Maar mijn moeders telefoon die past er ook in. Dat is een iPhone 7 Plus. En ik vind hem gewoon echt super mooi. Hij zit aan een lang hengsel aan. Maar je kan hem zeg maar ook hier binnenin zeg maar eromheen slaan. Ik zal het even laten zien. Ik kan hem ook zo eromheen slaan. En dan... ik ben echt aan het zitten. Dan kan je hem dus ook als klein hengsel gebruiken. Wat ik zelf niet heel mooi vind of niet echt ga doen, denk ik. Maar als je het zou willen, kan het dus wel. Dus, hier ben ik echt super blij mee. En ik heb niet echt spijt dat ik die gele niet heb genomen. Hij was ook wel mooi, maar het was niet de geel die ik in gedachten had. Hij zag er wat viezer geler uit. Maar deze vind ik echt heel erg mooi. Ja, morgen in daglicht zal ik de kleur wel een beetje goed laten zien. Maar zeg maar, je ziet ook dat hij een soort van slangenprintje erin heeft. En dat vind ik gewoon mooier dan dat hele gladde leer. Dus van Furla. En ik ben er echt super blij mee. Normaal was deze €245. Maar ging nu dus 30% van af. Waardoor die €170 was. Maar ik ben er echt super blij mee. En het was gewoon een cadeautje voor mezelf. Omdat ik over was. Dus hier ben ik echt enorm blij mee. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag.
En ik voel me niet zo erg lekker. Elke keer als ik moet hoesten, moet ik ook overgeven en zo. Dus ik ga vandaag niet werken. Omdat kotsen in de zwembad lijkt me nou niet heel super. Maar goed, vanavond ga ik wel naar Mew toe. Ik ben gisteravond echt best wel vroeg gaan slapen, omdat ik me echt niet lekker voelde. Dus ja. Ik heb even mijn tasje. Ik dacht, misschien zie je de kleur nu iets beter. Maar het is zeg maar echt een beetje grijs-bruinachtig. En ik ben er echt onwijs blij mee. Ik heb net even mijn nagels gelakt. Want ja, je moet toch iets, hè? En ik ga vandaag leren voor mijn autotheorie. Want die heb ik maandag. Dus daar ga ik even voor leren zometeen. En dan ga ik vanavond naar Mew toe. En ik weet eigenlijk niet wat ik morgen... Ja, morgen ga ik waarschijnlijk ook de hele dag leren. Dus ja. Ik heb me wel gewoon even aangekleed. Want... Oh, ik heb me wel gewoon even aangekleed. Want als ik in mijn badjas lig in mijn bed ziek te zijn, dan voel ik me altijd alleen nog maar zieker. Dus ik heb me wel even gedoucht, aangekleed, make-up gedaan en zo. Maar dan voel ik me altijd wel iets beter. Maar goed, ik ga niet werken, want ik wil niet dat ik straks in het zwembad loop te kotsen of zo. En oh ja. Er was vervanging in de regen, dus het was ook niet een heel groot probleem. Ik ga even mijn sieraden omdoen. Die heb ik echt al heel erg lang niet omgehad. Ik krijg super vaak de vraag in reacties van waar komen je sieraden en zo vandaan. Mijn oorbelletjes komen van mijn jewelry. En de rest heb ik allemaal laten zien in een video. Ik heb namelijk speciaal een video gemaakt met al mijn sieraden, omdat er zover naar gevraagd werd. Dus als je wil weten waar mijn sieraden van zijn, moet je gewoon even die video kijken. Want om nou op iedereen te reageren met waar mijn sieraden van zijn, duurt ook weer zo lang. Maar oké. Maar ik ga even ontbijten, want dat heb ik ook nog niet gedaan. Misschien dat het ook even helpt, dat ik me wat beter voel. En dan ga ik gewoon beginnen met het leren van mijn autotheorie. En dan zie ik jullie wel weer als ik bij Mew ben of als ik naar Mew ga. Ik heb geen idee. Ik neem in ieder geval denk ik niet vanavond mijn camera mee. Of hij komt hier naartoe, dat kan ik. Ik heb geen idee, maar ik zie jullie wel weer. Oké, ik ga naar Mew en dit is wat ik aan heb. Dit jasje van de Zara. Shirtje Loafies, mijn nieuwe tasje van Furla. Mijn flare van de Sting en mijn groene Isabel Marant. Hoi allemaal, het is vandaag zondag. En het is eigenlijk al zondag einde van de dag. Volgens mij zeg ik dit echt elke zondag. Maar ik heb net Milan naar huis gebracht. Ik was gisteravond of einde van de dag was ik naar hem toe gegaan. Toen zijn we eigenlijk onverwachts wel bij Scrumpy gaan eten. Super lekker en gezellig was dat. We hadden allebei een broodje carpaccio en het was echt zo lekker. Ik vind Scrumpy sowieso echt heel lekker. Zoals je kon horen is moes nog niet echt voorbij, maar goed. Ik voel me wel beter. Ik moet alleen heel de tijd hoesten. Ik heb vannacht ook heel de nacht gehoest. En toen nadat we bij Scrumpy zijn gaan eten, zijn we weer naar huis gegaan. Hebben we patatje gebakken, hebben we lekker avond gegeten. En hebben we eigenlijk heel de avond beneden gezeten, veel gekeken met mijn broertje. En vandaag hebben we gewoon lekker chill gedaan. Maar, oh, hij had al 4 uur rijden, dus ik heb hem naar huis gebracht. Wat ik aan had vandaag was, kan je het zo zien? Ik weet niet, ik had het shirtje aan van G's Louise, jasje Bershka, broek, pieces en mijn rode Isabel Marant. En ik ga nu even mijn bed opmaken. En dan ga ik weer leren voor mijn autotheorie, want ik heb morgenochtend mijn autotheorie. Dus, ja. Ik haat het echt om te moeten hoesten. Maar oké, ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie de leuke weekvlog vonden. Dat hij een beetje lang is geworden. En dan zie ik jullie de volgende weekvlog weer. Doei doei!